Tientallen mensen in Reuver, Tegelen en Venlo hebben inmiddels schurft. De GGD zegt dat ze grip heeft op de situatie. Dat we een beeld hebben van wat er speelt. Dat we gedaan hebben wat we kunnen doen. Dus alle mensen die mogelijk besmet zijn en besmet zijn, behandeld hebben dan wel uit voorzorg behandeld hebben. En dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe gevallen zouden komen of dat het niet nodig kan zijn dat er misschien mensen een enkeling nog een tweede keer behandeld zou moeten worden. Hier begon de schurft ellende ruim een week geleden in het ziekenhuis van Venlo. Wat we merkten is dat zich mensen melden met klachten van jeuk. En dan moet je daar altijd alert op zijn. En we hadden dus inderdaad medewerkers die bleken dat ze schurft hadden. Waarbij uiteindelijk ook bleek dat we ook een patiënt hadden met een besmettelijke vorm van schurft. De ziekte verspreidt zich omdat de patiënt hier in Tegelen in een verzorgingstehuis wordt opgenomen. Hij weet dan nog niks van zijn aandoening. Inmiddels heeft de schurft dan andere mensen besmet. Is het gewoon voldoende als je al in dezelfde ruimte bent geweest of op dezelfde stoel hebt gezeten en of betrokken bent geweest bij zijn behandeling zoals blijkt. De schurftmeid. Onder de microscoop lijkt die levensgroot, maar in werkelijkheid is hij met het blote oog niet te zien als hij in je huid zit. Het is lastig, het is vervelend, maar als gewone mensen zoals jij en ik schurft krijgen, dan is dat heel goed te behandelen en dan ben je daar ook snel weer vanaf. Die jeuk is het lastigste en staat het meeste op de voorgrond. De GGD behandelt inmiddels alle mensen die besmet zijn met schurft. Dat doen we door middel van een eenmalig kuurtje van een aantal tabletten, afhankelijk van het gewicht van de persoon. Maar dat is lekker simpel, dus er is een andere methode waarbij je helemaal van top tot teen ingesmeerd moet worden. Maar dat is veel bewerkelijker, veel moeilijker. En we hebben nu gekozen voor de methode met de tabletten. Binnen een dag is het beestje dan uit de huid, maar de jeuk die blijft nog wel even aan.